Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een cijfershaker kan maken zoals op deze kaart. Ik ga vandaag de jongensversie eigenlijk van deze maken. Hoe jongetje dat 5 wordt. Daar ga ik de volgende producten bij gebruiken. De nieuwe XL cijfermallen. Staat hier ook bovenaan. De cijfers zijn zelf 5 centimeter hoog, dus lekker groot. Goede vulling voor op je kaart. Ik ga jullie ook wat laten zien met het spiegelrechthoek. De Hip Hip Hoera nieuwe snijmallen. En als basis ga ik de Mini Slimline mallen gebruiken. Ik heb al het een en ander voorbereid voor de basis. Ik ga jullie eerst laten zien hoe ik de achtergrond gemaakt heb. Dit kan even aan de kant. Ik gebruik aquarelpapier om een achtergrond met het spiegelrechthoek te maken. Ik heb hem al even op een blok geplakt. Even afhalen. Dit is hem. En zoals je kan zien heb ik hem ook al gebruikt voor Miss Sparkles. Die krijg ik er niet meer af, maar dat vind ik geen probleem. Ik ga hem vandaag anders gebruiken. Namelijk als een soort gelplate. Ik ga inkt opzetten aan twee kanten. En de achtergrond van dit kaartje stempelen. Dus daar ga ik even mee beginnen. Ik begin met de lichtste kleur. En je kan het zo donker en hard opzetten als je wil. Ik gebruik trouwens oxide inkt hiervoor. Ga ik hem even buiten beeld sprayen met water. Je moet zelf even kijken wat je een mooie hoeveelheid vindt. Ik heb hem best wel nat, anders dan wordt hij bij mij te hard. En ik kan hem zo op deze manier ook een beetje laten lopen. Dan krijg je meer overlap. Dan ga ik hem omdraaien. En dan druk ik hem op mijn papier. Ik druk hem goed aan. De kleuren goed mengen. En ook het middelste deel was vrij gebleven. Dus doordat ik dat extra hard aandruk, vult dat zich nu ook mooi op. Nou kun je hem laten liggen. Dan droogt hij in het papier. Maar je kan hem er ook al afhalen. Dan krijg je alleen een iets ander effect. Want dan krijg je een soort van treklijnen. Ik vind dat soms wel een leuk effect geven. Als je hem toch nog te donker vindt, kun je hem nog een beetje deppen. Het helpt ook bij het droogproces. En dan heb je dit. Wat je ook nog kan doen met je restant. Stel nou je vindt dit veel te donker. Dan kun je hem nog een keer besprayen. Er zit natuurlijk nog een beetje inkt op. Pak je nog een papiertje erbij. En dan stempel je die afdruk ook. Even kijken wat eruit komt. Het zal een veel lichtere versie zijn van die andere. Even kijken. Dat is eigenlijk ook wel mooi. Dus niet zomaar alles eraf vegen, want je kan hem nog hergebruiken. Even mijn blokje schoonmaken. En je zou dit dus ook bijvoorbeeld met verf kunnen doen. Zoals ook op de gelplate kan. Ik leg dit even aan de kant. Deze heb ik ook niet meer nodig. Ik had er al eventjes eentje voorbereid. Dus deze is zo goed als droog. Daar ga ik zo meteen mijn cijfer uitsnijden. Dat is dan de achtergrond van mijn cijfer. Ik heb hier ook op deze kaart de lichte versie gebruikt. Dus wat ik eigenlijk als tweede gestempeld heb. Maar voor mijn andere kaart die ik vandaag ga maken heb ik iets fellere kleuren. Dus ik gebruik ook de iets fellere achtergrond. En het jongetje waarvoor ik het ga maken die wordt 5 jaar. Dus wat ik doe, ik pak de 5. Zowel de outline als de binnenkant. En de lijmresten eraf.
dan ga ik die aan elkaar vastplakken. Niet op het papier. Maar alleen aan elkaar. Moet je even goed zorgen dat je hem goed uitlijnt. Dat het overal even dik is aan de rand. En dan plak je hem aan elkaar vast. En nu ga je dus die achtergrond niet uitsnijden nog. Je gaat de lijn uitsnijden. Dus wat hier op deze kaart lila is, dat gaan we eerst uitsnijden. En zo meteen doen we de achtergrond. Daar heb ik ook een trucje voor. Ik heb nu dus die 5 aan elkaar geplakt. En nu ga ik eerst het randje ga ik uitsnijden uit dit blauwe designpapier. Zo. Dan haal ik die er voorzichtig af. Deze heb ik in principe nu niet nodig, maar die kan ik natuurlijk wel gebruiken op een andere kaart. Dus die bewaar ik. Deze heb ik wel nodig. Die leg ik even opzij. En dan gaan we door naar de volgende stap. Voordat je hem van elkaar afhaalt, je hebt... even kijken. Dit nog een keer nodig voor het foamlaagje. Ik heb hier een stuk foam van die grote vellen. Die zijn 2 mm dik. Alleen ze plakken nog niet van zichzelf. Dus wat ik heb gedaan is met een grote rol dubbelzijdig tape zowel voor als achter beplakt. En zo hoef ik niet te knoeien met lijm zo meteen. Daar ga ik ook nog weer die 5 uitsnijden zoals die aan elkaar geplakt zit. Kijken dat het niet gaat schuiven, want het is heel glad. Ik doe hem even heen en weer terug. Zeker weet dat hij goed uitsnijdt. Dan zie je aan de achterkant, deze kan er trouwens af. Dan moet je even zorgen dat je hem op het plastic laat zitten, zeg maar. Zodat hij niet met de vorm meekomt. Zo. Dan draai je hem om. En dan moet je gaan zorgen dat je alleen dat buitenste randje dan meteen weghaalt. Even checken of hij een beetje goed losgesneden is. Bij mij is dat volgens mij wel het geval. Anders moet je hem er nog even een keer of een paar keer doorheen halen. Dan gaan we de achtergrond snijden van de geblende achtergrond dus. En daarvoor mag die uit elkaar. Want we hebben nu deze niet meer nodig. Dus die plak ik terug. Alleen nog de outline. Even kijken hoe ik dat wil. Ik wil denk ik... Weer zo. Ga ik dat ook weer even uitsnijden. Zo, dan heb je het volgende. Nu komt nou ja, een beetje het priegeligste stukje van alles. Aan de achterkant ga je dus dat smalle randje ga je eraf halen. En dan moet je ervoor zorgen dat je het middelste van de 5 laat zitten. Anders dan plakt dat natuurlijk allemaal vast aan die achtergrond. Maar we doen dit om ervoor te zorgen dat we extra stevigheid hebben voordat we dat foam eruit gaan halen. Wat je ook zou kunnen doen als je het nou te veel gepriegel vindt, is gewoon een x aantal keer, een stuk of 5, 6 misschien nog wel meer, van die 5 uitsnijden, deze, en die dan op elkaar plakken. Dan krijg je ook natuurlijk dikte. Waardoor je ook een shaker zou kunnen creëren. Nou, nu moeten we dus zorgen dat we hem precies erop plakken. Zo, goed aanduwen.
En nu kunnen we hem eruit drukken. Nu heeft Transfoam dus al die stevigheid door dat papier wat ik erachter geplakt heb. En dit middelste van de vijf gaan we er nu ook uithalen, want dat hebben we niet nodig. Wel voorzichtig doen natuurlijk. Heel stevig is het nou ook weer niet. Zo. Dan kan dit aan de kant. Deze vijf, als je die een beetje netjes houdt, zou je die ook nog kunnen bewaren. Mijn is niet zo netjes, dus ik doe hem weg. Deze kan aan de kant. En dan hebben we eigenlijk het shaker gedeelte bijna klaar. Wat we nu alleen nog nodig hebben is een mica stukje. Ik heb een klein stukje al voorgesneden. En die moet natuurlijk ook in dezelfde vorm komen. Dus ik ga ook weer die vijf gebruiken. Die outline. Om die uit te snijden. Nou weet ik dat mijn kleine stansapparaat geeft best wel veel druk. Dus als ik hem een paar keer daar doorheen haal. Dan hoop ik dat hij hem gaat uitsnijden. Maar als je nou een stansapparaat hebt die iets minder druk geeft, nou ja, dan zou je er misschien nog een extra kartonnetje tussen kunnen doen. Ik haal hem in ieder geval even een paar keer heen en weer. Even kijken hoe hij dat gedaan heeft. Ik merk dat hij nog een beetje vast zit. Maar ik heb nu wel de lijnen van de vijf. Dus ik ga hem voor deze keer eventjes uitknippen. Zo, ik heb hem even uitgeknipt. En dan kunnen we onze shaker gaan opbouwen. Ik haal het plasticje van de plakfolie er even af. Voordat ik mijn shaker materiaal erin ga doen. Zo. En aangezien dit nogal een kleine ruimte is, gebruik ik van die hele kleine shakerballetjes. Kleine parelballetjes. Deze. Die heb ik in verschillende kleuren. En ik ga vandaag voor de blauwe. Er mag er best wel wat in, want de zijkant aan de binnenkant die plakt ook wat. Dus daar zullen er ook wat aan vastplakken. Want er blijft er niks over om te shaken. Zo. Nou, dan kan ik mijn folietje erop gaan plakken. Ook weer een precies werkje. Dan even goed de randjes aanduwen. En je kan overtollig plastic kun je er zo afknippen. Mocht je nou niet helemaal recht hebben geplakt zoals ik. Zo. En dan kunnen we naar de laatste stap. En dat is deze erop plakken. Dat doe ik met een beetje lijm. Je zou ook deze uit kunnen snijden op papier wat je met dubbelzijdige folie aan de achterkant hebt beplakt. En dan zo samen uitsnijden. Dan heb je als het ware een soort sticker. Maar dat heb ik nu niet gedaan, dus ik doe het even zo. Zo.
Zo, en dan is mijn 5 shakertje is klaar. Nu kan ik hem plakken waar ik wil. Deze kant aan de kant. En dan ga ik mijn achtergrond opbouwen. Ik zal wel even wat voorbereid. Uit deze stonsmalle set heb ik de grootste vorm uit beige kartstok gesneden voor de achtergrond. En designpapier met deze. En deze heb ik zelf op maat gesneden. Die wilde ik net een randje eromheen laten vallen. Die ga ik daar even oplijmen. Ik hou er altijd wel een beetje van om met hoogteverschillen te werken. Dus deze ga ik met dubbelzijdig tape op de achtergrond plakken. Zo. Dan heb ik nog mijn hip hip hoera. Ik heb de achtergrond, dus de schaduw heb ik uit oranje kartstok gesneden. En ik heb met blauw glitterpapier, die ik overigens wel met dubbelzijdig tape aan de achterkant beplakt heb. Zodat ik hem zo meteen als een soort sticker kan opplakken. Die had ik ook al even voorbereid. Dus die ga ik daar even opplakken. Het wil nog wel eens gebeuren dat als je dit uit de mol haalt, dat hij een beetje qua vorm verandert. Een beetje uitrekt. Dus ik begin altijd aan één kant en dan ga ik zo per letter plak ik hem vast. Ik heb hier nog even een stipje. De volgende. En ook hier kun je weer diepteverschil, hoogteverschil creëren. Door bijvoorbeeld foamblokjes hierachter te doen. Of het woord helemaal een aantal keer op elkaar te plakken. Dat is wat je zelf leuk vindt. Zo. Dan ga ik hem verder in elkaar zetten. Ik ga foamblokjes gebruiken. Even kijken waar ik hem wil. Zo. Even eerst even neerleggen. Nu dit stuk komt buiten de rand die ook verhoogd is. Dus daar ga ik twee blokjes op elkaar plakken.
het verschil weer op te vangen. Nou, plak lekker allemaal. Volgens mij heb ik deze niet helemaal goed gedaan. Die moest aan de onderkant, niet aan de bovenkant. Beter. En deze ga ik zo plakken. Dus onder de eerste letters plak ik er 1. En hij valt weer net een beetje over het randje. Dus daar ga ik dat hoogteverschil weer opvangen door 2 blokjes op elkaar te plakken. En dan de 5 nog. Die hangt ook een beetje over. Dus alleen bij dit stukje ga ik dubbele foam doen en de rest enkel. Dat is ook net nog weer wat omhoog. Even kijken. Zo. En dan heb ik nog uit gewoon wit papier de achtergrond gesneden. Ik heb hem hier op ongeveer 1 centimeter gerild. Die gebruik ik als kaartbasis. Samen met die beige achtergrond van mijn kaart. Even uitlijnen. Even vastplakken. En dan heb ik een kaart die open en dicht kan. Ik ga hem denk ik nog even versieren met wat kleine enamel dots. Even ik ben tevreden. Even kijken waar ik die andere ga laten. Nou, met dezelfde middelen toch een heel ander resultaat. De kleuren zijn een beetje buiten mijn comfortzone. Maar toch wel een hele leuke jongenskaart, denk ik zo. Ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Mocht je nou denken, ik vind het leuk, ik ga het ook proberen. En je post je creatie op Facebook of op Instagram. Tag mij dan, want ik wil het graag zien wat jij ervan maakt. En dan zie ik je graag weer voor een volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!